niet normaal meer. Nou, dat wordt ontzettend gaaf wat ze me nu allemaal hebben laten zien. Nou, wij zijn helemaal klaar voor de bruiloft. En ik was daar. Fijne moederdag. We gaan gewoon even Jessie Silver zijn cadeautje opblazen. We zijn begonnen met behangen. Ja. Een klus. Om even bloed te prikken, om even te kijken of ik weer aan de volgende kuur mag. Alsof die hoek echt super... ik weet niet wat daar gebeurd is. Dat is goed, hè? Maar ja, nu hebben we dus echt heel slecht nieuws. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben bezig met het editen van deze vlog. En ik kom erachter dat ik geen begin heb gemaakt. Althans, volgens mij heb ik hem wel gemaakt. Maar er is iets misgegaan. Of ik heb niet op record gedrukt. Of ik heb hem per ongeluk weggegooid. Ik heb geen idee. Anyway, we beginnen de vlog met het feit dat ik naar Amsterdam ging. Omdat ik iets ga doen voor de Aya Foundation. En dat is de Adolescent Young Adults. Dus jongvolwassenen die te maken hebben met kanker. En alles wat daarbij komt kijken als je jongvolwassen bent. Dus ik ben onderweg naar Amsterdam. Veel plezier! Ik moest nog even tanken tussendoor. Die prijzen zijn toch niet normaal meer. €2,11 de liter. Helemaal gek geworden. Nou, ik ben een soort van aangekomen. Ik heb er altijd zo'n hekel aan om een parkeerplek te zoeken. En zeker in Amsterdam. Dit is gewoon echt een drama. Dus nu moet ik ook nog een stuk lopen. En daarbovenop is het ook nog eens €6 per uur parkeerkosten. Halleluja. Nou ja. Het zonnetje schijnt, dus dat zit er nu weer even mee. Dat is lekker. Ik heb een leuk jurkje aan gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn en wat het gaat worden. Maar ik ben er. Het zit erop. Nou, dat wordt ontzettend gaaf wat ze me nu allemaal hebben laten zien. Het gaat om de 19e. En het zal gaan plaatsvinden in Rotterdam. En als ik groen licht krijg, dan ga ik jullie er even over inlichten. En misschien kunnen jullie dan wel even langskomen. Of gaan jullie wel meer van mij zien. Maar het wordt in ieder geval ontzettend tof. Goedemorgen op deze mooie morgen. Nou, wij zijn helemaal klaar voor de bruiloft. Zeker weten. Van Linda en Ambroos. Helemaal in de feeststemming. Ja, het is echt super mooi weer. Daardoor kunnen ze het ook buiten vieren. Dus dat is super. Ik ga even laten zien hoe deze mooie man eruit ziet. Een bordeaux rode broek. En jij dan? Super nice. Matchy. Jij kan wel lekker dansen zo, hè? Ja toch? Ik heb even stickertjes over mijn tepels heen gekregen. Ja, dat is wel nodig inderdaad. Aangezien ik geen BH meer aan kan, althans niet een... met een beugel en zo. En ik, ja, hieronder is toch niet echt mooi, maar als ik dus ga zitten dan... Dus dit. Dus dan moet je even uitkijken. Ja. Maar ik ga gewoon de hele tijd zo staan. Gewoon strak. Borst naar voren. Borst naar voren. Nou, we gaan lekker erop aan. Ja, uit. Aan. Op aan. We gaan eventjes uit. Snel langs het huis en een kaartje kopen. Yes. Nou, we zijn even bij het huis gaan kijken en ik was... Daar! Er kwam echt een mega dikke vis voorbij, gewoon. Die sprong gewoon boven het water. Moet je eens kijken, jongens, dit is toch... Ja, dit... Oh, kijk, daar hebben ze het ook opgehoogd. Dat kan je zien. Ja. Ja, alles is opgehoogd en het is nu helemaal vlak.
En de garage is klaar. En ja, eigenlijk is alles zo goed als klaar. Strepen zitten op de muren. Nog 5 dagen, jongens. Nou ja, 6. Dit is gewoon onze achterkant. Moet je eens kijken wat een sprookjestafereel. Waar is die? Daar. Ik denk een snoek. Of een karper. Ik weet niet, ik heb geen verstand van vissen. Hij was groot. Wat? Oh, nou zit hij hier. Ja. Ja, dat is die vis. Ik zei dat hij groot was. Waar is hij? Waar is hij? Hiervoor. Ja, maar direct ligt erin. Oh, ja, daar! Oh, daar! Ja, dat zei ik toch. Ja, hij is echt... Waar is die? Gigantisch. Nou ja, dat dus de hele tijd. Maar, wat deed hij? Ja, ik weet niet. Hij komt boven water en hij klappert een beetje met zijn staart en zo. En, Nou, dat gaan we vast nog wel vaker zien. Anders moeten we maar gewoon de camera erop zetten. Ja. Detecteert wanneer er iets beweegt. Dus veld vanaf 12 gesloten. Oh, een beetje omkijken. Goedemorgen. Morgen. Was een leuke dag gisteren. Ja, was heel leuk. Ja, zijn heel kapot. En voetjes van de vloer. Dat wel. En mijn voetjes zijn kapot. Oh. Ja, mijn stem is kapot. Ja, mijn stem is ook kapot. Ik denk dat we 1:30, 2 thuis waren. Of in bed lagen, denk ik. Hoe laat nog? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ging wel 10:50 weg of zo. Een uurtje of 1 in bed, 1:15, ja. Ja. Toen dus stond Jessie voor de deur. Voor het bed bedoel ik, 19:30 of zo. Nee, toen... eerder, want de tv ging 6:55 aan. En toen zei ik, ga even spelen in mijn kamer, zei hij. En toen zei hij ineens... Ik ben aan het plassen. Ik ben aan het plassen op de trap. Fijne moederdag. Fijne moederdag. En toen zei hij, mama, ik ben aan het plassen op de trap. Dat spijt mij. Dat spijt mij, mama. Dat is toch wel leuk om te weten dat het hem in ieder geval spijt. Ja. Toch, ja. Nee, is goed, jongen. Het kan gebeuren. Maakt wel schoon. Ja, nee, is goed. Uh-oh. Nou, ik krijg zo lekker een ontbijtje. Ja, even dus eitje bakken. 2 broodjes zijn al klaar. Koffie heb je al op. Ja. En je cadeautje die komt dinsdag. Oh. 3 dagen voordat we het huis krijgen. Ja. Wat een week. Ja. En we gaan dadelijk bij Catch... eten in Scheveningen voor mijn moeders moederdag. En daar wordt ook live gezongen voor kennissen, door kennissen van mij. Dus dat is helemaal leuk. Ik hoop wel dat ze ook gewoon dingen hebben zonder vis. En daarna gaan we naar jouw moeder. Ja, rijden we lekker om door. Daar even moederdag te vieren. Dus het is een bewogen dag. Gezellig, zonnetje schijnt al een beetje door. Perfecte dag om een beetje bij te komen van een bruiloft. Ja. Dan moet ik naar je broodje toe, anders verbrandt die. Oh ja, oké. Tot zo. Ik blijf nog even liggen.
ontbijtje op bed toch, poepie? Oh, dat ziet er wel heel lekker uit, zeg. Ga ik dit eten? Ja, weet ik niet. Met mes en vork misschien. Ja, dat snap ik. Gaat het lukken in bed? Ja, natuurlijk gaat het lukken. Oh, misschien kan je die andere meenemen waar ik de laptop op heb zitten. Oh ja. Zo, we zijn even de motor ophalen. Want die moest even toch gerepareerd worden nadat ik ermee was gevallen. Altijd fijn. En dan ga ik terugrijden. En dan gaan we daarna lekker uit eten. En dan gaan we daarna naar oma Anja. Nee, ik wil niet eten. Wil je niet? No, dat is ook voor het eerst. Nee, ik wil niet eten. Nou, dan eet je niet. Moeder heeft een soepmaker gehad voor moederdag en we gaan nog heel even naar de speeltuin, die is hier tegenover. Maar zoals je hoort is het lekker rumoerig in huis en Jessie die wilde nog heel even naar de speeltuin. Pak je step. Doei Jessie, ik ga knuffelen. Knuffelen. Knuffel. Knuffel. Nee, hij wil zijn step niet meer loslaten. Die step die loopt niet weg. Oh. Maar dit is zo even zwaar. Knuffel, kusjes. Dat is gewoon 18 kilo. Ga er vandoor. Kijk Jess, Esmee gaat er met je step vandoor. Doei. Nee, ik was hem. Jessie. Nee! René zit... Oh, ik wou net zeggen, René zit op het toilet. Hé! Hey. Dat is hij's pak.
maar vlodder. Maar vlodder. Dat zegt Loek ook al tegen mij. Een hele goede morgen. Het is weer fantastisch weer. En we dachten, we gaan gewoon even Jessie Silver zijn cadeautje opblazen. Hè, Jess? Mm-hmm. Wat is dit dan? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Is het een klein zwembadje? Ja. Met als het goed is een glijbaan erin en wat sprinklers. Hè, dus gaan we even proberen. Nou, doe jij hem daarin. Doe jij maar hierin. Goed erin, goed erin. Goed duwen. Ja, en dan zet je het knopje aan. Hier. Ja. Goed zo. Doe je even de balletjes in de krokodil? Oh, mis! Ja! We zijn begonnen met behangen. Ja, ja, ja. Een klus. Zou je meedoen met zo'n blokprogramma? Nee. Of flippers? Nee. Er gaat bij ons altijd iets mis, dus. Niet met mij of überhaupt niet? Ik weet niet of het heel gezond is voor je relatie. Nee. Inderdaad. Zeker niet als je alles dan gewoon. Weet je, als de ene professional is, bijvoorbeeld in verbouwen en zo. Ja. Maar als je allebei een beetje. Het voor het eerst doet en loopt uit te zoeken, dan denk ik dat er een grote irritatie gaat komen. Maar het eerste muurtje zit erop. En nou, we zijn niet ontevreden, want de muren die zijn nog steeds een schok. Ja, ze zijn een stuk beter, maar ze zijn nog steeds niet recht. Hier, daar zie je toch nog een beetje zo'n vouw, want dit steekt iets meer uit dan hier. Ja, dat is nou helaas eenmaal het huis. Ja. Maar goed, over het algemeen ziet het er netjes uit. Ja, ja, wat ik net ook zei, voor twee mensen die normaal nooit behangen. Huh? Ja, ja, ik heb al een paar keer behangen, maar we zijn geen professionals. Precies. En gelukkig is dit geen patroon. Cool, professional. Yes. Oh, ja, want die rozenwand die hebben we toen destijds wel goed gedaan. Ja. Potverdrukken, wat een mooie lijn. Tot de grens afscheuren. Ben je er toch af? Die zijn inderdaad mooi recht. Goedemorgen. Nou, we zijn gisteravond lekker bezig geweest met het kamertje behangen.
kwam wel zo uit dat we één rol tekort hadden helaas. Dus toen moesten we stoppen. Ik ben gisteravond nog even snel naar het ziekenhuis gegaan om bloed te prikken. Om te kijken of ik weer... Hey, ik dacht dat jij aan bellen was. Nee. Om even bloed te prikken, om even te kijken of ik weer aan de volgende kuur mag. En mijn bloed is weer helemaal goed. Onverwoestbaar jij. Undestroyable. Ja, dus dat is fijn. En ze doen de medicijnen in de kluis. Dus dan kan ik die gewoon ophalen. Misschien dat ik zo even langs schuif. Misschien als ik na Meta even terugrij. Ja. Want ik heb vandaag ook afgesproken met Meta, die vorige keer gezellig naar mij toe was gegaan. Een lotgenoot. En nu ga ik dit keer even gezellig naar haar, naar Utrecht. Je moet wel tanken. Hè? Moet je wel tanken. Ja, dat had ik al een idee van. En misschien even auto wassen. Moet je even kijken. Hij stond daar onder die boom. Ja, en daar bij die boom zitten heel veel vogels. En die vogels die poepen. Laat me eens even ons kunstwerk zien, poepie. Ja. Check it out, jongens. Ja, ja, ja. Nou, het is al zo'n verschil. Hier en daar moeten we nog even wat extra lijm bij de naadjes doen. Dus zoals daar en zo. Ja, en even boven. Ja, misschien zijn we toch iets te zuinig geweest. Ik zie dat we hier nog een keer eventjes overheen moeten gaan. Ja, maar dat is die lekkagevlek, die komt er doorheen. Dat is gewoon even met de hand. Hier en hier. Ja, is hardnekkig. Ja. Nou, en Sergio die gaat nog de bovenkant, gaat die kitten. Zodat er gewoon een net kitrandje aankomt. En de vloer, die komt dus dan tegen de muur aan. En deze komt daar. Ja, en we kwamen wat tekort. Dus hier moeten we nog wat doen. Hey, en dan kan de vloer erin. Ja, valt ook reuze mee. We hebben het vorige keer, als je er eenmaal in zit. Het lijkt wel alsof die hoek echt super, ik weet niet wat daar gebeurd is. Ja, die plaat die bolt een beetje. het is een, Maar ja, dat maakt niet uit, want hier komt een kast. Ja, dat scheelt. En hier komt weer een kast. Ja. We're saved. Hi. Ik heb een nieuwe rol. Ik heb een mooie rol. Ik werd door John van Zweden geholpen. Ja. Wat een topvent, hè? Ja. Echt. John van Zweden! Ik ben weer thuis en het was echt super gezellig. We hebben lekker geluncht, zoals je hebt gezien. En toen zijn we lekker gaan shoppen. En ik heb dit ringetje gekocht. Ik weet niet of je het kan zien onderin. Kijk hoor, ik doe het andersom. Want ik had de J van Jesse en de R van mijn naam. Maar ik wilde ook nog een S. Dus die heb ik nu ook. En ik heb deze gekocht. Want die wilde ik heel graag. Vind je het mooi? Ja. Ja, hè? Heb je dit ook gekocht? Nee, die heb ik ooit van papa gehad. Maar deze heb ik zelf gekocht. En ik heb een heel mooi armbandje gekregen van Meta. Die ga ik zo laten zien. Maar ik ga eerst eventjes bij mijn vent kijken. Want die is de hele dag bezig geweest. Zoe! Hè? Dat is goed, hè? Wow, goed, hè? Zo. Kan ik jou helpen, hè? Jij ja, kan me altijd heel goed helpen. Vloertje. Hoppakee. Oei. Dat is mooi. Mag je helpen? Nice, hè? Zeker weten. Heel hard opgeschoten ook. Ja. Mag ik jou helpen? Jij helpt mij altijd al, poepie. Je bent mijn allergrootste hulp. Maar als ik dus tegen op het ding slaap,
dan is de kamer helemaal klaar. Hey, dan is het helemaal klaar. Ja. En weet je wat ook bijna klaar is? Het eten. Nou. Voor papa en mama dan tenminste. Want Jessie heeft al een buikje vol volgens mij, hè? Nee. Niet? Nee. Ben je nog een beetje klaar dan? Dat is nog niet helemaal op. Maar toen kwam mama natuurlijk thuis. Ja, weet je hoeveel toen was die even afgeleid. Oh, ja. Superveel pasta was dat. Ah, yeah. Ja, tjokkertjokkert. Ik ga klappen. Nou, kom schat. Kom. Deze heb ik gehad van Meta. Als verrassing. Zo lief. I love it. Lekker. Terwijl Sergio nog even bezig is met het allerlaatste stukje van het kamertje, race ik even heen en weer naar het ziekenhuis, want ze hebben mijn chemotabletten in een kluisje voor me gelegd, dat ik het nog kan ophalen. En dat was wel heel fijn, want zo kon ik gewoon lekker met Meta in Utrecht struinen en dan kan ik het 's avonds gewoon lekker ophalen. Dus dat is wel helemaal top. Nou, het kamertje is ook echt bijna af. Nog eventjes een plintjes waarschijnlijk en een wastafel. En verder is het dan zo goed als af, finally. Dat is wel super fijn dat we dat nog hebben kunnen fixen voordat we de sleutel kregen. Misschien dat we daarna nog een klein dingetje moeten doen, maar het allergrootste is gedaan. Zo. En een voordeel dat het ziekenhuis gewoon nog geen 5 minuutjes van het huis van mijn moeder is. Dus dan kan ik gewoon even lekker fietsen. Wauw! Ja, met de nieuwe situatie komen er ook even wat nieuwe praktische dingen bij kijken. Oh jee. Of onpraktisch, als je het weer bekijkt. En deze stond natuurlijk op die tegels. En een anderhalve tegel, dus iets meer. Deze schuift over de grond. Oh ja. Dus ja, die kunnen we ook op een verhoging zetten eventueel. Ik denk dat dat wel moet. Dat irriteert anders. Goedemorgen, het is een mooi weer weer. Ik ga straks even langs mijn werk. Sertje gaat verder met het kamertje. En Jesse Silver is even aan het rijden. Hij denkt alleen af en toe dat hij in de botsauto zit. Ja. Vooruit. Dat hij al Formule, dat hij al Formule 1 is. Ja, stop. Nou het stuurtje de andere kant op. Ja. Je achteruit knuppel en het stuurtje, stop, en het stuurtje draaien, andere kant op, juist, verder, ja. En nou achteruit, stukje, stop, en nou vooruit, maar het stuurtje weer de andere kant op draaien, goed zo. En dan vooruit, nu vooruit. Kijk. Goed zo, daar gaat ie. Goed opletten hè, hoe je rijdt. Zo, nou. Het kamertje is nog niet helemaal af, maar wel heel erg opgeschoten. Ik dacht dat je zelf aan het filmen was. Je was mij aan het filmen. Nog even plinten gehaald hè. Ja. En ja, nou ja. Ja, plinten gehaald en gipsplaat pluggen. En we hebben wat dingen weggebracht. Ja, dat was het. Dus ja. We hadden ideetjes om de kasten op te hangen en zo. En dan ga ik morgen nog even verder. En dan even kijken hoe ver ik morgen kom. En dan zal het in ieder geval dit weekend even on hold gaan. Want we krijgen morgen de sleutel van ons huis. Daar zijn we echt
Heel blij mee en heel veel zin in. Morgen al, schat. Morgen. Al. Ja. Al. Al. Ja. Jeetje, niet maar. Ja. Ja, we zijn een beetje. Ja, we zitten een, een beetje afwezig. We zijn een beetje dubbel. We vertellen waarom ze er even voor gaan zitten. Even hier zitten. Ja. We zijn natuurlijk met carnaval naar Tilburg geweest. En toen heb ik na lange tijd eindelijk René kunnen voorstellen aan Suus. Suus is een vriendin van mij, die ken ik al een jaartje of 10, 15, zoiets. Leren kennen in de horeca. Superleuk, vrolijke meid. Die heeft ook vorig jaar in juni te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Triple negative, met uitzaaiingen. Dat ging echt super kloten. En toen ging het een tijdje eigenlijk best goed. En toen was het een tijdje heel erg stabiel. En daar zijn we dus met carnaval naartoe gegaan. En dat hebben jullie dus ook kunnen zien in de vlog. Ja. Het leek eigenlijk best oké te gaan. Ja, want toen waren de uitzaaiingen al een half jaar niet meer te zien. Niet te zien, ja. Maar ja, nu hebben we dus echt heel slecht nieuws gegeven. En dat is dat ze uitzaaiingen hebben gevonden in de hersenvocht. Ja. En ze had gewoon ondraaglijke hoofdpijn, nekpijn. Met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dan hebben ze met een drain geprobeerd het weg te halen. Toen zat ze weer even rechtop. Ja. Maar ze had een appje gestuurd en ze zei van, ik was zo bang. Ze zegt, ik had echt het gevoel dat ik een TIA had. Ze had uitvalsverschijnselen. En ze dacht echt van, dit is het al. Hè? Is dit het al? Ja. En ze is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. En ja, heel veel geslapen. En toen ineens, met haar vriend, toch nog even gepraat. Toen weer geslapen. En ineens zat ze de volgende dag weer rechtop met een kopje koffie. En dan waren de familie op bezoek. En had ze weer de praatjes en zo. Echt zoals ze is. Ja, vorige week, je kan er gewoon niet bij. Vorige week hebben ze de verjaardag van haar eenjarige zoontje gevierd, groots. Want het kon nu, want in maart was die 1 geworden, als ik het goed zeg. En ja, echt groots hebben ze dat door corona niet kunnen vinden, kunnen vieren. Heel groot Disney thema. Zij waren als Beauty and the Beast. En haar vriend heeft haar ten huwelijk gevraagd. Nou, helemaal geweldig. Ze is daar vrolijk. Ze staat daar goed bij. En gewoon een week later is het gewoon zo mis. En het is... ze heeft weer die ondraaglijke hoofdpijn. En eigenlijk hebben ze gezegd dat het... afgelopen zaak is. En dat ze gaan met veel risico nog met drains. Ja, en bestralen. En bestralen de hersenvocht en onder controle proberen te krijgen. Ja, we zijn er helemaal niet lekker van de afgelopen dagen. Het is gewoon echt... wat we ook zeiden, het is gewoon zo oneerlijk. Blijf je roepen met elke iemand die zo ziek is, dat gewoon wat je ook doet en wat je ook wil en wat je ook denkt, zij dan vooral. Kijk, wij, de mensen eromheen hebben gewoon er heel veel verdriet van natuurlijk, maar zij, wat je ook doet, wat je ook denkt, je lichaam geeft het gewoon op. Ja. Je kan, het is geen eerlijk gevecht. Je leest ook vaak, het is geen gevecht, want het is niet iets wat je letterlijk aangaat of zo. Nee. Die kanker, die woekert gewoon, die deelt zich voort. En als er niks aanslaat, dan ben je gewoon de sjaak.
En zij heeft nu de pech dat het zo snel in de hersenvocht terecht is gekomen. En ja, als er iets naar je hersenen gaat en het gaat daar fout, dan is het gewoon klaar. Ja, en als er één positief was, dan is zij het wel. Ja, dus ze zijn nu in gang aan het zetten om echt binnen een paar dagen te gaan trouwen en zo. En ja, je weet gewoon niet hoe lang het duurt en je hoopt gewoon dat ze nog zonder pijn toch nog wat tijd krijgt met haar man en haar kindje van één. Ook gewoon de gedachte dat haar zoontje haar gewoon niet gaat herinneren. Nee. Klopt, sorry. Ja. Dit is niet hoe we de vlog wilden afsluiten. Nee. Met zo'n leuke dag voor de boeg. Maar ja, het is wel iets wat, wat speelt. En, ja. En ook omdat we hebben haar ook nog laten zien in de carnavalsvlog. En ze had ook zoveel ideeën nog, hè? Ja, en zo positief. En dat ze echt zoiets had van, ik ga toch nog, ik ga het wonder zijn. En, nou ja. Ja, ook omdat het goed gaat, uit zijn, je zijn niet meer te zien. En dan denk je, weet je, ik ga gewoon nog jaren mee. En dan hoop je gewoon dat tegen die tijd dat ze nog iets gevonden hebben. Weet je, dat het gewoon zo doorgaat. Toevallig ben ik nu aan het opnemen dat op één de professor en arts van het AVL zit. Die het over borstkanker gaan hebben. En dat ze eigenlijk verwachten dat in 2033... borstkanker een chronische ziekte gaat zijn en dat je er niet meer aan dood hoeft te gaan. En dan, ja, en dan denk je van, oh, ik hoop gewoon dat ik dat ga meemaken. Hè, dat ik het überhaupt niet terug ga krijgen. En, maar ook dat je dat gewoon nog mee gaat maken. En dat zij dat dus gewoon niet, weet je, ze heeft er niks meer aan. Het is al te laat. En gewoon ook doordat ze was eigenlijk net zwanger. Of ze was net bevallen. Ja. En ze dacht gewoon dat ze een tepelontsteking had. En de artsen dachten dat ook. En die hebben haar eigenlijk gewoon te laat geholpen. Ook vanwege corona, weet je wel, kom later. Maar en kijk, je weet het toch niet van tevoren. Hè? Want misschien had het helemaal geen zin. Om het eerder te ontdekken. En was het toen al zover. Maar je denkt toch, wat als ze wel gelijk hadden geholpen. Misschien was het dan nog niet uitgezaaid geweest. Weet je. Ja, je weet het niet. En je hebt er ook geen ene klote aan. Om daar aan te denken. En zo stond zij daar ook in. Weet je wel, het is zoals het is. Maar het is natuurlijk, ze is 41 als ik het goed zeg. Ja, weet je, zo iemand hoort gewoon nog niet te overlijden. Zo iemand hoort te genieten van een nieuwe gezin. En nog jaren mee te gaan en te feesten en te doen. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. Echt, ik heb er geen woorden voor. En je wordt voor jezelf ook natuurlijk gelijk teruggetrokken, weet je, dat je gewoon denkt, oh, ik heb ook al een paar dagen een beetje hoofdpijn, weet je, terwijl ik ook wel weet van, ik ben in principe geopereerd en bestraald en zo, dus ik zou schoon moeten zijn, want er waren geen uitzaaiingen en ik zit nog aan de chemotabletten, dus dat, weet je, dit is niet het moment dat er iets terug gaat komen bij mij of zo, en als dat zo zou zijn en je hebt ergens last van, dan als het kanker is, dan komt en gaat het niet. Dan blijft het.
Ja, dan gaat het niet meer weg, want het zit er. Dus, weet je, dan moet je ook weer rationeel denken van, weet je, je kan ook gewoon een keer hoofdpijn hebben. En het kan ook door de chemotabletten of de hormoontabletten komen. Maar, weet je, alles wat je voelt in je lijf, ben je zo alert op en zo angstig gelijk. En dat is, ja, dat is waarschijnlijk iets waar je gewoon je hele leven mee te maken gaat krijgen. En je hoopt dat hoe langer het weg blijft, dat ook een beetje zakt. Maar dit soort momenten waarvan je weet dat het ooit gaat komen van Suus, maar dat het gewoon zo snel in één keer gaat. Dat je gewoon een filmpje van haar ziet nog vorige week. Gewoon helemaal lekker, weet je wel. Je hebt misschien een beeld van iemand die kanker heeft en die gaat overlijden. Dat hij er helemaal uitgemergeld uitziet. En dat heeft zij totaal niet. Het is gewoon een lekker wijfie. Met een volle bos haar nog. Positief. En dan gewoon ineens kan het helemaal mis zijn. En hoe moet het voor haar zijn, echt? Dat is gewoon ondraaglijk. Ja, en een man. En een man die achterblijft. Die kleine. Ja. Ja, het is echt. Ja. In gedachten is ze bij ons en wij denken ontzettend veel aan haar en. We zullen jullie over haar op de hoogte houden en hopelijk is de volgende vlog met een wat gezelliger einde. En wij zijn nu natuurlijk nu bezig om een vervolgstap te zetten in iets wat, waar we al heel erg lang naar uitkijken en waar we heel veel zin in hebben en een toekomst aangaan. Ons liefdesnest. Ja. En daarom hebben we het ook. En we hebben dat al verteld. Nee, dus de playlist gaat heten Casa della Vittoria. Ja, en dat betekent het huis van de overwinning. Ja. Ja, dat vonden wij wel. Jij bent onze gladiator. Ja, dus daar zullen wij de huisvlogs in gaan zetten. Ja. En hopelijk gaan jullie daar in ieder geval van genieten. Volgens mij is dit een heel veelzijdige vlog geworden. Met heel veel verschillende dingen. Dus hopelijk hebben jullie daar toch van genoten. Ondanks dit vervelende einde. Ja. Wij zien jullie heel graag bij de volgende vlog. See where your love can take me.